Welkom in de les Macro's stoppen. Ik heb hier een Excel werkboek en daarin kan ik twee namen van bestanden opgeven. En daarachter staat in hoeveel seconden ik wil, of na hoeveel seconden ik wil, dat hij dat werkboek opent. Als je dit zelf wilt testen, moet je even in de gaten houden dat je werkboek 1.xlsx en werkboek 2.xlsx even download. Voordat je Macro's stoppen, xlsm, download. En die twee bestanden moet je even opslaan onder C, cursus Excel. Dan kan je het zelf ook testen. Nou, wat doet hij nou? Als ik op deze knop druk, dan opent hij gelijk werkboek 1 en pas na enkele seconden werkboek 2. Dat heb ik hier ingesteld. Even kort voor de geïnteresseerden. Even laten zien, dat zijn deze twee functies. Open werkboeken, die activeert hij als ik op die knop druk. Dan onthoud ik de naam, het aantal seconden van werkboek 1 en hetzelfde voor werkboek 2. Dan zet ik de waardes daarin en vervolgens roep ik een functie op die ik zelf geschreven heb. En daarmee moet ik opgeven welk werkboek ik wil openen en na hoeveel seconden ik het wil openen. Nou, dat doet hij hier zo. Dan gaat hij eerst zeggen application wait, nu plus time serial en daarmee geef ik een tijdstermijn op. 0 uren, 0 minuten en de hoeveelheid opgegeven secondes. Dus eerst wacht hij en daarna opent hij het werkboek. Dat is de functie die achter de knop zit. Maar stel nu eens een keer dat ik hier invul geen 3 seconden, maar 60 seconden. Ik druk op de knop, open werkboeken. Dan zit ik in, dit is werkboek 1, die heeft hij netjes gelijk geopend. Maar ik heb een foutje gemaakt, want ik wil helemaal niet zo lang wachten. En ik kan ook helemaal niks doen. Dat zie je ook aan mijn muis. Want mijn muis is zo'n cirkeltje geworden. Of een modern zandlopertje, zullen we maar zeggen. Nou, wil ik nou de macro stoppen, dan druk ik gewoon op Escape op het toetsenbord. Hup. En dan zegt hij, een fout tijdens uitvoering. En als ik nou zeg beëindigen, heb ik de macro gestopt. Dan kan ik werkboek 1 weer afsluiten. En dan kan ik het even corrigeren. Naar bijvoorbeeld 5 seconden. En dan werkt mijn macro weer wel. Zie je het? En werkboek 2. Nou, ga ik nog eventjes laten zien wat er gebeurt als ik de andere optie pak. Ik druk nu op Escape. En dan zeg ik foutopsporing. Dus ik zeg niet beëindigen, maar foutopsporing. Dan laat hij zien met een gele regel waar ik in mijn macro blijf steken. En dat is bij open werkboek 2. Moet ik in de gaten houden, als ik nu weer terug ga naar Excel toe en ik ga weer naar mijn knop toe, dan zegt hij, dat kan niet. Ik kan die knop nu niet doen, want hij hangt namelijk nog steeds in die ene macro. Dat zie ik aan de gele regel. Dus wil ik nou weer iets met macro's doen, zal ik eerst deze macro moeten stoppen. Dat doe ik hier van boven. En nu kan ik pas weer met macro's werken. Dus, macro stoppen doe je met Escape.